Isolatie! Hoeveel kilo weegt dit? Weekend, nieuwe kansen. Nieuw weekend, nieuwe kansen. Trap op is ook al een uitdaging. We zijn boven bezig. Oh. Aan het isoleren. Damn it. En Diet is al ontzettend ver, want hij had nog vakantie. Dus dan kan je behoorlijk wat doen. En ik niet, dus hij moest in zijn eentje aan de slag. Dit is het resultaat. Het Nokkie is geïsoleerd. Wat hebben we voor isolatie? Pas wel. Hoe dik? Het is 10 centimeter. Alleen hebben we... Laat hem even los, lieve schat. Alleen hebben we 2 lagen. 2x10 centimeter glaswol. Ja. En hoe warm krijg je dan in de winter? Ligt eraan hoe hoog je je kachel zet. Het is een redelijke waarde, zeker voor zo'n oud huis. Want we kregen 5,6 toch? 5,4. 5,4. Je kunt dus je huis in een bepaalde waarde isoleren. En voor een oud huis is 5,4 best wel oké. Okay. Best wel heel oké. Okay. Wat hebben we nog meer gedaan boven? We hebben dakramen hebben we geplaatst. Dat hebben jullie ook allemaal niet gezien. Maar het is toch echt gebeurd. Dit dakraam is vernieuwd. Tada! Spliksplinter nieuwe Velux. En dit raampje is voor de Fide. Ook helemaal nieuw. Want dan wordt dit gedeelte... Tussen deze balken wordt Fide. En dan wordt dit gedeelte ook dicht. Maar dan komt er opberghok. En dan sta ik hier zeg maar op de scheidingslijn van slaapkamer 1. En dat wordt waarschijnlijk onze slaapkamer. En dan is dit de hal. Naar de trap. Even de bovenverdieping links in de notendop. Maar goed, het isoleren was dus echt een berenklus. Lekker isoleren tijdens de hittegolf. Maar isoleren doet ook voor kou goed, toch? Dat de warmte buiten blijft. Ja. Met glaswol blijft de warmte buiten. Dus eigenlijk zou je dan denken, naarmate je aan het isoleren bent, dat het koeler wordt. Nou, dat is hier gewoon 40 graden, hoor. Ja. Trust me. En wat is dit? Folie. Dampremmende folie. En wat doet dat? Zorgen dat je leefvocht nog wel naar buiten kan. Leefvocht? Ja. Smerig woord, leefvocht. Oh. Nou, ik gebruik het woord leefvocht, gebruik ik nooit. Dan is het smerig als jij het niet gebruikt. Nou, ik weet niet. Als ik aan leefvocht denk, dan denk ik aan zweet en dat soort dingen. Ja, dat is het ook. Dingen. Is het ook. Dus het leefvocht kan niet naar buiten, wel naar buiten. Wel naar buiten, ja. Maar je moet gewoon even de beschrijving lezen, want ik weet het ook allemaal niet uit mijn hoofd. Waar is de beschrijving? Op internet. Oh. Je moet heel goed Pools kunnen. Nee, niet zomaar... Ik zie dat lekker. Zo openlap. Moeten ze de lijntjes op elkaar? Ja, anders nee. Zo kan je het lijntje toch niet zien? Nee, zo. Ja. En vastnieten. Nou, daarna dan kan je moeilijk vastnieten. Maar het folie moet je vast natuurlijk. Teamwork. Voordat we weer verder kunnen met isoleren, moeten we nieuwe tengels maken. Dat doe je nu niet. Wat doe ik nu dan? Eroverheen. Ik maak nu tengels voor eroverheen. En als het frame dan klaar is, dan kunnen we weer isoleren. Het frame is, we moeten nog aan beginnen. Ja, dit is ook zo. Ik ben vandaag chef stomme latjes zagen. Alsjeblieft. Stomme latjes?
Het zijn niet allemaal even lang, hè? Nee. De vloer is niet recht. Ja, geef de vloer. Ik heb nog één. Wat moet er gebeuren als die er dan allemaal in zitten, daar overheen? Ik weet niet wat je bedoelt. Wat je nu hebt? Wat? Kom daar de muur op. De muur? Dit is een muur. Wat komt er nu overheen straks? Platen. Kluspoes Puk is ook gearriveerd. Hey Puk! Puk? Hey Puk! Oh, lekker kopjes. Ik heb een natte neus op de lens. Een krolse poes. Ze bereidt nu de slocht op. Welkom op de klusavond. Ik ga niks nieuws vertellen ten opzichte van het weekend, want we zijn nog steeds aan het isoleren. Er zit een vlieg op mijn boog. We zijn nog steeds een frame aan het maken. Net zoals afgelopen weekend, maar dan nu voor de andere kant van het huis. Dus no worries, we hebben wel iets gedaan in de tussentijd. Ta-da. Die kant is dus helemaal af. Dat vak, plafond. Dat vak daar hebben jullie gezien. In de timelapse. En er staat nu allemaal zooi voor. Dus dat kan je niet meer zien. En dan is nu dit aan de hand. Hoe zit het precies, man? Vast. Maar wat qua maten en zo? Hoe qua doe je dit? Wat bedoel je? Nou ja, waar bepaal je nou waar zo'n tussengeval komt? Een tussengeval is verdeeld de mate van de isolatie. De breedte van de isolatie. Ja. Als de isolatie 60 breed is, dan maken we 59 breed. Want je wil altijd dat die een beetje strakker in zit, dat die niet uitvalt. Ja. Dus dat. Gaat de isolatie passen er precies tussen? Nee. Precies niet tussen. Ze klemmen ertussen. Jeez, wat heb ik een groot hoofd in de schaduw. Zo, niet alleen in de schaduw. Nou. Als je hem nou eventjes vasthoudt. Welke? Deze. Is het ook een tengel? Ja, met je tengels er vanaf. Hoe noem je dit vasthouden anders? Vasthouden. Ja, ik heb het. Als hij eruit valt, dan heb je hem dus niet. Ik zie ook even het andere handje. Oh, er is een stroep op de grond. Oh, het zou vallen hè, als je hem niet vasthoudt. Nee, ik heb hem. Dat dus. Je hebt me gered. Maar is dit dan ook een tengel of is het een lat? Ja, we hebben het zo'n strook. We hebben hem zelf gezaagd. Het is geen tengel en geen lat. Het is een stroke underlayment. Alright. En dat is je meetstroke underlayment. Ja. Kom, de nagels zijn in folie gezet, dus we moeten wel even goed kijken. Echt? Ja, ik dacht dat ze nog steeds overeen komen al. Jij, stouterd. Jij zorgt ervoor dat ons huis niet goed geïsoleerd is. Maakt alle folie stuk. Wat heb je erop te zeggen, Puk? Ja, ren maar weg. Lafaard. En een vampier. Ja, mijn tanden er wel even uit. Kluspuk is aanwezig. Klusman is aanwezig. En Chant gaat over Klusvrouw is aanwezig. En ik ga over een half uur sporten. Maar we gaan eerst het probleempje uitleggen. Want we hebben een probleem. Wat voor probleem? Dat probleem daar. Dat is geen probleem. Jawel. Jij zei, oh, we hebben een probleem. Nee. Problemen bestaan niet. Want wat is het ergste wat er kan gebeuren met dit probleem? Niks, het is geen probleem. Gisteren zei je nog dat het dak kon instorten. Nee, wel nee, het is een uitdaging.
We hebben geen probleem. Laat even zien. Nee, laat jij hem zien. Jij hebt de camera in je handen. Oké. We waren het frame aan het maken voor de isolatie. En toen hadden we deze verrassing. Het is gewoon een beetje verrot. Puk had hem eigenlijk al ontdekt, want die stak dus een keer haar hoofd zo hier door dit gat naar beneden. En toen schrok ons helemaal de pleuris, want toen zaten we beneden en toen zagen we ineens een kat door het plafond komen. Maar dat terzijde, het is verrot. En dit is dus een van de belangrijkste balken waar het dak op leunt. Inclusief de planken eronder. Niet? De planken doen niks. De planken doen niks. Maar die is heel belangrijk. En dat is niet zo best. Toch, Puk? Puk inspecteert het wel even. En die heeft daar een neusje voor. Zo. Nou, Puk vindt het in ieder geval nog wel leuk. Een rot dakspand. Wat gaan we eraan doen? Niks. Lekker laten zitten. En een nieuwe er tegenaan zetten. Om het wel sterk te maken. Ja, om eventueel op te vangen. En waarom zou je dan niet zo'n stukje ertussen zoals je vader voorstelde? Omdat een stukje geen kracht draagt. Nee. Dus dan maar beter een hele balk ervoor. Ja. Hier? Ja, waar anders? Beneden toch? Ja, ook. Oh. Maar die moet sowieso beneden, want we hebben alle balken opgeklampt. Dus die moet ook nog opgeklampt. En wat gaan we nu dan doen? Beneden die balken erin maken. Nou. Laten we gaan. Ga maar. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Nou. Ik volg alleen. Waarom? Jij moet voorop lopen. Omdat je het me eerst moet uitleggen. Jij hebt de totemstok, dus jij moet voorop. Ga mee, Puk. Puk gaat ook mee. Levensgevaarlijk hier op de trap. Snoeren, trap verplaatst, kopstoten. Je kan hier alles doen om... Nou ja, goed. Het is gewoon een soort hindernisbaan. Ik heb het overleefd in de zwaan. Daar ligt de balk. Oh, waar? Buiten. Oh, zo'n klusje als dit betekent dus dat iedere dag mijn kantoor weer onder een of ander vaag hoestlaken moet verdwijnen. Met alle rampgevolgen van dien. En normaal gesproken ligt er dus gewoon of een laag zaagsel of een laag isolatie op mijn bureau. En nu moet er dus een balk boven het bureau gaan maken. Als die op mijn bureau valt, dan haat ik ons de rest van de week. Oh, daar hebben we hem weer. Jezus, doe eens normaal. Een regenboog. Een boog. Dus dat is de wollen kant. Weet ik niet. Ik teken gewoon. Ik had zin om te tekenen. Cool. En nu moeten we hem passen. Je had hem al gezaagd, toch? Ja. Ja. Oké, welke ladder moet ik? Anker zit er nog. Anker? Ja. Wat voor anker? Gevelanker. Aan de binnen- of aan de buitenkant? Wanneer zal ik al last van hebben? Als je aan de binnenkant zit. Ja. Nou, dan zit het helemaal weg. Stom gevelanker. Ja, dan moet het tegenaan, dus moeten we hem wel uitzagen. Uit de balk? Ja. Dus het zit allemaal in de weg zo. Pak de schroefdom maar. Yes, sir. Tissues, altijd belangrijk op de bouwplaats. Je weet nooit wat er onder gebeurt. Voor jou kwam ik. Oké, again. Christ, dat snoer. Schroefdol. Zware schroefdol. Kan gebeuren. Cool. Dit is de invalzaag. Hij is niet zo scherp. Hij is niet meer scherp. Maar zagen kan niet. Ja, dat gaan we blijven. Die oordop in? Nee.
gaan we eigenlijk doen? Het muuranker eruit zagen. Je maakt er heel kunstwerk van, joh. Waarom heb je nou al die streepjes gedaan? Als je zoiets eruit wil hakken. Wat hè? Als je zoiets eruit wil hakken, dan moet je zorgen dat je niet veel weerstand hebt. Anders moet je in één keer een heel stuk eruit hakken. En nu heb je allemaal reepjes die je eruit kan hakken. En dan breekt het makkelijker. Kijk, een spaghetti. Dus oud spaghetti. Mooi. Mooi, hè? Zo past het anker er goed in. Ik hoop het. Mooi! Oké. Nou, dan gaan we weer. Het is weer een avond verder. Wat moet ik doen? We zijn een dag later en we zijn het folie aan het aanbrengen op de isolatie. Ik heb vanmorgen geïsoleerd en we hebben net geïsoleerd. Waarschijnlijk verstaan jullie me niet eens. Ook niet erg handig. Oh, lekker in het licht. Ik heb even opgezocht, want dan remmende. Jezus. Dampremmende folie. Komt ie, let op. Dampremmende of dampdichte laag is een bouwkundig vlies dat het transport van waterdamp in een scheidingsconstructie vertraagt of voorkomt. Het dampscherm moet worden aangebracht aan de warme zijde om condensatie in een dak, gevel of vloer te voorkomen. Klinkt goed. Ik zit gewoon Wikipedia hardop te lezen. Wie had dat dan gedacht? Er zijn verschillende dampremmende materialen beschikbaar. Polyethene en gebitumineerde folies. Volgende link. Nog even eentje erbij pakken. Bij het isoleren van een gevel of dakconstructie wordt in veel gevallen een dampremmende folie gebruikt. Geplaatst. Bovendien houdt een folie optrekkend vocht uit natte ruimtes tegen. Die is toch geen natte ruimte? Nou, duidelijk. Voor nu. En daar staat hij. De rol dampremmende folie. Alu. En het lijkt een beetje op een discobal. Maar het is het niet. Aan de stroken niet je het vast. En het moet dus goed overlappen, anders damp remt het niet. Correct? Nou, aan de slag. Mondkap op, want isolatie doet stoffen. Constant stoffen. En die is eigenwijs. Daarom rochelt hij ook de hele dag. Je bent zelf een rochel. Hoe? Je bent zelf een rochel. Aardig hè, zo op de vrijdagavond. Lekker begin van het weekend. Het ding zit niet goed. Voor mijn eigen leven. Hoe zit het nou? Kun je even kijken? Moet ik me even redden van dit ding? Ik kan alleen rochelen op je. Als je dat wil, dan kan je wel. Dit is beter. Tuurlijk, leg daar maar neer. 1, 2, wat een lang stuk. Hoe lang is hij? Ga ik gisteravond ook. Hij moet overlappen, hè? Hey. Oh, wacht. Zo is hij lang genoeg. Even 12 meter folie uitrollen. Ja, lang genoeg. Dit lijntje moet op dat lijntje. Nee. Oh nee, hij moet zo op het lijntje. Ja. Overlappen? Nee. Zo ja. Zo.
En dan moet ik mijn vingers wegdoen. Ja, ik zou gewoon helemaal even weggaan als ik jou was. Gewoon hier even vast te houden. Op het lijntje. Op het lijntje. Heb je hem? Nee. Nee, en je laat hem los. Ja, want dan moet ik ook hierheen. Zo. Nou, in het kader van dat we vrijdagavond kapot moe waren, ga ik jullie nu het eindresultaat laten zien. Stof. Dit kennen jullie. Maar nu zitten de latjes overheen. Over de hele lengte van alles. Dus de twee zijkanten van de muren zijn bijna af. Dus dat is wel een lekker vooruitzicht. Top, toch? Andere kant ook latjes. Deze kant. Tengels zijn het. Rachels. Rachels zitten erop en straks komt hier dan de gipsplaat tegenaan. En dan hebben we de muur. Maar voor het zover is, moeten we eerst bedenken waar we alle elektriciteit willen gaan doen. Stekkers, lampjes, dat soort onzin. Dus eerst even een plan maken om snoeren te gaan leggen. Top dat jullie weer gekeken hebben. Tot de volgende ronde, want dan gaan we muren neerzetten.